Al bij een achterkant. Wat heb ik? Zoals die EHBO-tas staat, is het net alsof je een EHBO-tasje met een helm erop achterop zit. Nou, ik denk dat ik maar gewoon voorop ga rijden. Dat is zo. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, ga maar. Mars, ready? Yep. Oké. Okay. Even kijken, ik heb mijn laser er niet op. 43 minuten, 138. Ja, 39. Zoiets. Oh, rijwind. Oh, nee. Ik begon net zo nacht te worden als vrijdag. Hè? Huh? Wat zei jij, Marcel? Ik begon net zo nacht te worden als vrijdag in het zonnetje. Ja. En dan een lawine op je kop krijgen, weet je wel. God, over het bloed denken gesproken. Je krijgt wat je verdient. Dan zwaai je niet, joh. Wablul. Hallo, hij gaat klimmen met zijn handen aan het stuur te trekken. Ga jij zwaaien naar die fiets, hè? Zeker wel. Dat is ongeveer hetzelfde als je middelvinger opsteken. Van sukkel. Oh, oké, okay, sorry. Ik heb trouwens al wat. 237. Ja. Of had het verbruik wel iets beter zijn nu natuurlijk al snel. Ah, dat weet ik niet, want we dalen ook heel veel, hè. Oh, dit is het Goesdorp. Dat jullie de hele tijd zeiden dat we hier zaten. Ja, hij is vrij. Dit is heel Goesdorp. Hallo. Wel doorgooien, Hel. Wat zeg je? Je begon zo goed met de andere kant op houden, je fiets. Ja, maar toen hield er mijn koppeling in. Ja, altijd hetzelfde geloof ik, maar dan iets later in de bocht.
moest eerst kijken wat veilig was. Ja. Oh, verkeerd uit. Een beetje staan. Ja, dat staan. Nog steeds vrij. Maar ze rijden dat niet, nee. En ja, er komen nog 300 motorrijders vandaag voorbij, dus... Ja, als je dan met je hand in de lucht blijft schitteren, dan is het ook weer zo lelijk. Ik dacht eigenlijk nog dat het op was, even. Ja, dat is een achterkant. Ah, rechtsaf. Oh, dus die rare kruising die we eerder ook gehad hebben. Oh, die dubbele, onbekend. Dat ja. Nee, je bent kans dat we die rode nu tegengesteld gaan rijden. Ja, jij onthoudt de route wel tijd. Ik denk alleen maar weg. Ik geniet gewoon van het moment. Precies dat. En voor de rest is het polo stuk. Ja, we gaan hem echt tegengesteld. Herkennen jullie toch niet? Ah, gaan we niet naar beneden. Hè? Huh? Gingen we daar niet naar beneden? Dit is kamer omhoog vrijdag. Op datzelfde punt daar zo, waar we net rechtsaf sloegen, ging Marcel voorop. Nee, dat was gisteren. Toen zeiden we van er komt de auto aan, er wint een Fiesta of zo. Dat zou kunnen, dat doen we hoog in. Ik zei van hé, dat klopt niet. Was dat punt? Ja, dit is echt gewoon tegengesteld, grappig. Nee, vrij. Nog steeds vrij. Ja. Tot het weggetje tegenkomen waar we dus eigenlijk niet in mochten gisteren. Nee, die komen niet tegen. Wat we wel tegen gaan komen is die leuke bocht. Ik weet het, denk al wel welke jullie het hebben. Ja, ik denk dat ik het ook weet. Maar je weet dat naar beneden gaat daarna, dus het is eerst aan de kant op zwaaien, dan gewoon een beetje koppeling er doorheen rollen. Koppeling ingetrokken er doorheen rollen. Komt goed. Als er maar geen tegenliggers komen, dan kan je de hele weg breedte gebruiken.
grap is, als er dan tegenligger is, dat het ook wel vaak goed gaat hoor. Dat je dan gewoon maar beperkte ruimte hebt. Ja, dat hebt, dan kan je niet zo anders. Precies. Maar dan heb je het eigenlijk al verkeerd getimed. Kijk, jongens, wat mooi. Ja, die kubbel nog tegenin. Oh ja, ik weet het al, laat maar. Oh. Right. Oh, het goed. Hou je afstappers? Ga echt alles naar buiten uit, alle namelijk. Nou, deze nog niet. Nee, hij ligt hier links onder. Ja, ik zie. Ja, precies. Hij ligt niet ergens. Ah, relax. Zeg ik altijd. Kunnen. Nee, naar links. Ga hem gewoon doen. Nee, nou prima. Oh, grind, grind, grind. Mijn auto gaat in de andere kant op. Huh? Ja, mijn auto gaat in de andere kant op. Ja, dat kan ook. Dat heeft niet. Ja, wil je er langs maar? Of moet je het nu doen? Nee hoor. Recht is vrij. Rechts komt een auto aan. Stop, stop, stop. En hij is vrij. Ja, kom maar. Je mag er langs, Bas. Nee, ik dek jou gewoon. Heb je een beetje zeker dat achter iets achterin hebt. Oh, auto. Motor. Tegengesteld is vrij tot nu toe. Komt een auto aan. Stop, stop, stop. Fijn. Ja, kom maar door, kom maar door, kom maar. Ja, wat nou? Hij stopt. Laat maar, laat maar, laat maar. Ik draai verderop op en ik kom aan de andere kant af. Ik weet dit ook niet. Goed, tot zo. Oh. Ja, Elsa doorgereden, die komt terug. Ja, sorry, maar ik had niet door dat jij ook doorkwam. Ja, dat geeft niet. Ik wist dat een auto ergens kwam. Ik gooide hem net door omhoog, zeg maar. Oh. Ja, ik ben er. Yep. Ja. En daar komt ze. Let's go. Gaan fietsen oversteken. Maar we gaan linksaf. Rechts is vrij voor zover ik kan zien. Ik kan het niet meer zien. Dat is mooi. Hij ziet er helemaal vrij uit. Zop op het midden op de weg.
Dit is lekker rijden zo. Had het verder niet te langzaam, maar zo. Nee hoor. Dat mag wel niet. Dit is ook wel eens lekker. Het is nog net voor de grens, maar dan moet ik ook echt daar tanken en hopen. Het is echt letterlijk net voor de grens. Ja, dat is perfect dan. Het was hem inderdaad twee keer koppelen. Ja, hè? Even kijken, haaksbochtje. Wij... Beuzaam. Wel gedaan. Ja.
Ja, ik kwam nog uit de boom, ik had er zelf Ik had ook zoiets denk, hè? Ik denk, Vree zit ook achter me te lachen. ik hoor Vree ook iets zeggen over Nam, denk ik. Ik heb geen zin in zo'n luchtverplaatsing, zoals de bomen gaan ervan bewegen. Ik zal het scherm wel wat hoger zetten, man. Vree zit even de giemel achterop. Ik heb een heerlijk mooi scherm. Ja. Ja, jammer joh. Ik ook, maar het stond laag. Ja. Ja. Nou weet je waarom we gaan ergens. Nou weet je waarom we een schermpje hebben. Hey, Tom. Ik ben 50. Tommy. Roofvogel op rechts. Ja. Gaat nu boven ons langs. Ja. Als het goed is, heb jij een mooie beeld. Oh ja, dat is mijn. We gaan een kruising over, denk ik. In ieder geval blubben. Sorry. Zo, we hebben het toch. Op mijn dingen. Auto, ja, slaan maar. Ja, ik heb al geslagen, ik ben teruggeslagen. Links vrij. Nee. Rechts ook. Rechts vrij. Oké. Had dan dat stijgingspercentage zo erg, jong. Boze mensen? Ijskoppen? Boze mensen? Ja, we moeten eens kijken naar die figuren. Dit is allemaal die dozens door ons werkje. Wat van herrie. Nou, we reden heel rustig, we maken weinig herrie. Wow. Dus ik moet heel even, als er mogelijkheid is, even tot stilstand te komen, want mijn camera is uit. Oh nee. Moeten we weer een heel stukje terug om te filmen? Godverdomme, weer die bocht. Ja, weer die bocht. Dat is het eerste wat eruit komt. Weer die bocht. Als training heet dat, Ellen. Training. Ja, nou. We kunnen ook 10 keer op een dag doen. Gewoon op en neer, op en neer, op en neer. Met de heupen trainen. We gaan een kruising passeren. Ik denk dat ik hem hier even, als dat kan, even aan de kant zet. Ja, zeg. De ruimte is, dan zet ik hem even aan. Ja, nou, dat kan wel. Ik zet hem hier heel even stil. Ik kan ook naar de overkant naar de bushalte, Edi. Ja, dat kan ook.
Knappo shite. What the hell? Waar woon je in Knappo shite? Ik heb geen idee waarom die uit is. We gaan rechtdoor, even wachten. Ja, moet je auto op de dag zijn. Ja. Hey, vrij! Je moet nog stoppen of gingen we gelijk door nou? Ja, bij de benzinepomp toch? Oh ja, nee, wel. Omdat je zegt, ik weet waarvoor die uit is. En je denkt, nou, dan gaat hij een stukje verder, dan gaat hij even veranderen. Maar. Oh, nee, ik weet niet waarom die uit is. Ik had geen idee waarom deze camera nou uit stond. Ik was in mijn navigatie aan het spelen van hoe kan ik aangeven uitkijkpunt en dergelijke. Maar. We hadden zo'n mooie verbinding met jou. En vandaag is het echt weer haperen. Ja, dan moeten we even aanpassen, anders zitten we nog uren naar te luisteren. Ben je naar de benzinepomp even doen? Ja, ik vind het best. Oh, even op ons gemakje alles doen, zeg maar. Dat je band zo opzij voeren driften. Nee. Ik ga het heel zachtjes zetten, want ik heb geen grip, ik heb geen grip. Leg ik hem op wel heel plat. We gaan geen Patrick nou doen, hè? Nee, ik reed zeker wel 15 km per uur of zo. Ik wil nog steeds het lelijk onderuit gaan. Ja, nee, het is ongeveer. Paardje. Hop, oud dorp. En hier rechts, zo, nieuwbouwwoning. Heel lelijk. Ik vind het van wel, ja. Ja, ik vind het ook niet passen dan. Panelen, dat snap ik. Je ziet ook niet echt uit cafés, hè? Je zou kunnen liggen. Zoals vandaag waarschijnlijk ook dicht zijn, maar. Er komt toch nooit iemand, dus. We hoeven geen reclame te maken. Maak geen indruk. Hij heeft ook niet zo hard. Zo, het verkeerde deel leuk. Leuke training, hoor, zag dat ook. Huh? Een beetje. Ja, net allemaal maar zo. Over dialecten en koeien. Wat is er mee? Ik riep boe tegen de koeien. Ja, je sprak je familie aan toch? Ja, precies. Er kwam vrij weinig reactie, dus toen hadden we bedacht dat we het verkeerde dialect hadden. Ah. Oh ja, maar ze wel goed dan. Redelijk, ja. Ik raak niet erin, man. Ik heb echt, het zal wel aan mij liggen. De antennetje staat er omhoog. Ja, de antennetje staat omhoog. Ja. Nee. Is je vrij? Goeie 5,5 kilometer en dan is de benzine vol. Yes. Maar dan pak je op, maar zet je 5,7.
Ja, hij drukt 200 meter achter, hè? Ah! Not for that! Jezus! Mijn doekje heb je voor je vizier, dan krijg je dit. Zelfs mijn vizier wordt nat! Ik zit even achter mijn rijtje, goed! Ik knip het nog, El. Oeps! Dat is te schrik. Ja, zo. Komt er nog één? Uh-oh. Net als op mijn ruit, hè? En dan heb ik de microfoon helemaal weggedraaid. Is vrij. Ah. De weg heb ik nog niet gehad, dames en heren. Oh, fietsen op rechts. Nou, zo verdedig niet meer. Oh. Dan ga jij je handen eens netjes aan het sturen. Ja, mama. Je moet dat gewoon niet doen, hè? Vaar dan. Je dochter zit mee te sturen. Goed zo. Motor en erop. De trainingsdag toen van het pad voor hem, toen was het ook inderdaad staan en dan uiteraard je gas los en je stuur los. En dan kan je nog verdomd veel sturen. Zeker. Ah, zonder handen. Ja. Zonder handen. Gewoon je handen los, gewoon omhoog, zo. Je knieën tegen je buddy aan, zeg maar. Ja. En daarmee stuur je. Je doet eigenlijk nog steeds met je heupen. Alleen op een andere hoogte. Deze strijd. Het geeft je wel zelfvertrouwen en gevoel hoe rijd ik een motor, hoe reageert die? Ja, absoluut. Dat geloof ik. Je kan ook eerst je handen gewoon alleen erboven houden, hè, dat je heel erbij bent, maar... Ja, dat heb ik al een paar keer geprobeerd, want ik zeg dat ook niet helpen. Maar je hebt wel gelijk als je dat gewoon traint, oefent, dan eerder. Ja, je hebt een hele mooie grote parkeerplaats voor in de buurt. Ja, dat kan wel. Ja, ik denk het wel, maar ik doe het van jouw Goldring gereden, Pedi. Ja. Dan zou je perfect kunnen doen, de rechte stukken eerst, en dan een keer een bochtje overzichtig. Met de Deauville wel, de vergeet ik ook wel een stukje met zonder handen gereden. Met zonder handen? Ja, met zonder handen. Moest van jou toe, weet je nog? Ja. Ook nog van die plastic hele lage pilletjes, dat je kun je... je oefeningen kan doen, zeg maar. Die hebben wij ook. Mijn allergie gaat gelijk echt in een roodmodus. Pionnen! Ah! Oh, het staat hier dan. Nou, dat is wel mij die staat te zeiken. Nou, dat lijkt het wel op, ja. Nee, goed, maar je tekent eerst een keer een krijtje meenemen. Ik denk dat ik ook een gigantische verzak hoor, als ik het thuis op moet doen. Bochtje draaien. Ah, echt. Ik ben te bang. Ja, zeker weten.
hebben we op de heenweg wel gehad. Ja, deze ken ik nog. Lang leven de vering. Lang leven de vering. Oh ja, hier. Dat oudje met zijn lampjes. Ja. Die mooie vierkante koplampen. Echt vierkante koplampen. Nou, moet hier ergens een benzinepomp in de buurt zitten? Ja, 1,5 kilometer. Voor jou 1,3. Dat heeft er bij mij al niet eens meer weer. Wat omhoog hier, hè? Weet je nou toch zeggen, navigeer naar benzinepomp op navigatie, dan kan hij niet de verkeerde pakken. 130 kilometer, hè? Nee. Oeh, gast. We rijden er letterlijk langs. Ja. 1,2 kilometer. Ja, ik zie je wel in mijn beeldscherm. We rijden er letterlijk langs. Nou, ben je er bijna in mijn kont? Ja. Om de navigatie te kijken, toch eerst stuk. Ik ging helemaal niet stoppen. Zeker wel. Hij ging heel lang. Zit er een auto achter ons? Ja. Nee. Nou. Die zo, nou trouwens, we stoppen toch bij die pomp. Ik wou zeggen, 700 meter zegt hij van mij, dus aan die weg kijken. Wat? Nou, ja, ben je ruiken. Nou ja, dat ruik ik van mezelf niet. Oh, ik weet dat je er van weg rijdt. Precies. Als ik scheet later, ruik ik hem echt hoor. Wat? Waait allemaal naar achteren. Ja, dat is waar. Waarom denk ik dat ze het graag achteraan rijden? Ik snap dat ik wou je leren boeken en plezier die zwerg. Ja, of juist zo. Als je het eerste hangen, dan kan het lekker acclimatiseren en dan... Ik denk dat ik een blauwe parel zie. Ja, ik ook. Ik denk het ook. Oh, dit is die... Oh ja, die hebben ze, hier hebben ze wel. Ja joh, hier hebben we eerder gestopt. Oh ja, ja, dat is die. Ja, ik weet het al. Links vrij. En voorlangs. Ik niet. Ik hoop dat El dat niet gaat doen. Oh ja, hier kan je achterlangs. Oh, wacht even. Moeten we niet tanken? Ja, ja, ja. Dan ging het toch tanken. Ik denk, waar zijn jullie nou? Goedemorgen jongens. Oelala. Ja, dat was een kuil. Ja, en dan ging het precies doorheen. Knap toch? Ja, nou inderdaad. Waarvoor doe je dat nou, El? Ja, weet ik ook. Waarvoor maak je eigen leven zo moeilijk? Ja, weet ik ook niet, joh. Wow! Zo, de knetter. Wat doe je? Ja, ik ga hem afslaan precies op het moment dat ik onder. Hier hebben we dat gif-filmpje gemaakt, weet je nog? Dat gekke bekken naar elkaar zitten trekken. Godverdomme weer. Ben je nog op de... Choke? Nee. Oké.